Lewis Hamilton reist na de Grand Prix van Mexico als zesvoudig wereldkampioen Formule 1 af naar Brazilië. Op het Autodromo José Carlos Paatje wordt in 71 ronden bepaald wie er wint in het land van grootheid Ayrton Senna. De baan in São Paulo is een ware klassieker op de Formule 1 kalender en een van de weinige circuits die in de laatste decennia nagenoeg onveranderd is gebleven. Net als de voorgaande twee Grand Prix wordt ook deze in de avonduren verreden. Op zondagavond 17 november gaan om 10 over 6 Nederlandse tijd de lichten uit voor de start van de Grand Prix. Kijkend naar de voorbije jaren heeft Mercedes goede papieren in handen, maar ook Max Verstappen mag niet worden uitgevlakt. De Red Bull-coureur gaat de laatste jaren altijd goed op Interlagos. Vorig jaar nog glipte een vrijwel zekere overwinning uit zijn handen na een touché met Esteban Ocon. Hij zal zich daarom maar wat graag willen revancheren.